We waren maandag hier en wij werden meegedeeld dat er was een limiet ten aanzien van de ter inzage. Maar wij hebben begrepen dat conform artikel 32 dat de overige stukken moeten worden overlegd zodat we precies kunnen zien wie allemaal getekend heeft om de partij in te schrijven. Want wij hebben geen toestemming gegeven, de partij heeft geen toestemming gegeven. En het is ons volste recht om te weten wie de partij op zo'n manier probeert te verbinden. Dus vandaar dat we weer hier zijn. Waarom mochten ze eerst niet inkijken? Dat is mij onbekend dat ze niet mochten inkijken. Ze zijn vandaag geweest. Ik heb meneer Prisiri dus vandaag ontmoet en heeft inzage gehad in de stukken. We hebben de gelegenheid gehad om de zaken te mogen bezichtigen. En wij hebben heel wat, totaal verkeerde informatie heeft de heer Peter Amoida overlegd bij de inschrijving aan CAS. Wat heeft u allemaal gezien? Ik kan niet te diep op zaken ingaan, omdat u begrijpt, het is een tere zaak. We moeten een beetje voorzichtig zijn met het geven van informatie naar buiten. Maar wel, het zijn totaal verkeerde informatie die hij heeft overhandigd ten aanzien van de machtiging. Maar heeft u ook ingediend onder de NDP zaterdag? We hebben samen met de NDP ingediend. Okay. Samen met de NDP hebben we ingediend. En dit wordt dan gezien als niet... Ongeldig. Ja. Wij hebben ons niet geregistreerd als partij alleen. Samen met de NDP hebben we dat gedaan. Wij gaan stappen ondernemen om zaken weer recht te trekken. De partij is intact. De overige structuren, Marowijnen, Brokopondo, Sipaluwini, Paramaribo, zij staan nog achter het besluit om in zee te gaan met de NDP. We hebben een grove fout gemaakt en ik denk dat organisaties lering hier uit zou moeten trekken. Niet om buitenlanders onaangenaam te zijn, maar de heer Peter Amoida is Nederlander. Dus eigenlijk, belang bij deze verkiezing heeft hij niet al zodanig. Dus vandaar deze move die hij maakt. Hij heeft eigenlijk geen belang. Hij kan niet op de lijst komen. Hij kan ook niet zijn stem uitbrengen, begrijpt u? Maar organisaties wil ik vragen wanneer ze buitenlanders in hun bestuur opnemen om heel voorzichtig te zijn. Liever als adviseur dan in het bestuur of in structuren waar er besluitvormingen als zodanig genoemd gaan worden. De leden van BASA hadden tot vanmiddag 3:00 de kans om protest aan te tekenen. En rond 1:00 waren zij al terug. We waren eerder op de dag geweest en we hebben de stukken ingezien. En nu komen we dan met onze bezwaarschrift. Waardoor we dan een bezwaar gaan indienen tegen de gevolmachtigde van de partijraad, tussen aanhalingstekens. Blijft het daarbij of gaan jullie nog meer dingen doen? Nou, het is niet uitgesloten dat er een politioneel onderzoek komt. Dat is niet uitgesloten. Omdat de mensen niet in de statuten zijn genoemd. Dus we bekijken de zaken nog als we een politie een zaak ervan maken of niet. En wie is het? Peter Amoida
een voorzitter van de partijraad, aangevuld met enkele leden die niet in onze HR zijn genoemd voor onze partijraad. Dus er zijn mensen gewoon aangevuld. Dus vandaar. Eerder hebben we onze statuten aan de andere voorzitter afgegeven. Verder geven we ook nog het huishoudelijk reglement waarin de leden genoemd zijn die de partijraad vertegenwoordigen. De voorzitter van onze partijraad is Peter Amoida, ondervoorzitter Robbie Amain, secretaris Agnita Josefsson, penningmeester Virgil Gravenberg, commissaris van Orde Harold Woye zijn de leden die genoemd zijn in onze huishoudelijk reglement. En we hebben vanmorgen alleen de heer Peter Amoida zijn naam gezien. We nemen het in ontvangst en zullen het in CHS-verband bestuderen. En binnen hoeveel tijd horen we dan? Vrijdag. Vrijdag? Oké, is goed.